Adriaan Aap leert toveren. Adriaan Aap was dol op toveren. Toen hij van school kwam, vroeg hij aan zijn vader of hij bij Tobias de tovenaar mocht gaan werken. Maar ik heb je hier nodig om kokosnoten te plukken, zei zijn vader. Je broer Koos is wel ouder en groter, maar hij werkt veel te langzaam. Jij bent jong en lenig, dus jij kunt sneller in en uit de bomen klimmen. Maar u vergeet dat ik altijd duizelig word als ik in een boom klim, antwoordde Adriaan. Dan moet Koos de kokosnoten maar plukken en naar beneden gooien. Dan kan jij ze tellen, zei vader Aap. Maar ik kan ook niet goed tellen, vader, zei Adriaan. Op school was ik altijd de slechtste van de klas. Vader Aap wist dat het waar was. Vooruit dan maar, je mag met Tobias de tovenaar gaan praten, zei hij. De volgende dag ging Adriaan naar Tobias de tovenaar. Beleefd vroeg hij of hij bij hem mocht komen werken. Tobias streek over zijn baard en bekeek hem van alle kanten. Goed, zei hij eindelijk, kom maar mee. Hij bracht zijn nieuwe leerling naar zijn werkkamer in de kelder. Adriaan keek nieuwsgierig om zich heen. Overal stonden potten met paddenkruid, vlierbessenpoeder en jeneverbessen en rijen met boeken. De grote tafel in het midden van de kamer was bezaaid met schalen en lepels in alle maten. Er stond ook een weegschaal. En dwars over de tafel lag een vreemde, kronkelige, rood-wit gestreepte stok. In een hoek van de kamer stond een vreemd dier in een grote kookpot te roeren. Adriaan zag dat het dier een wezel was en Adriaan hield niet van wezels. Op een dag hadden een paar wezels de mooiste kokosnoten van zijn vader weggenomen. Ik zal je een maand proeftijd geven, zei Tobias. Daarna zal ik beslissen of je mag blijven. Adriaan was dolgelukkig. De wezel zei niets, alleen lachte hij een beetje vals. Tobias was een goede meester. Hij leerde Adriaan hoe hij de toverschalen met regenwater moest afwassen en welke toverspreuken hij bij het afdrogen moest opzeggen. En na een paar dagen kende Adriaan de namen van alle wilde bloemen en kruiden die in het bos groeiden. Hij leerde van Tobias hoe hij met de bloemen en de kruiden meisjes mooier kon maken. Met rozemarijn liet hij hun haar mooi krullen en met laurier beschermde hij hen tegen de regen. Tobias vertelde Adriaan dat hij van bloemen en kruiden ook toverdranken kon maken. En dan, Adriaan, zwaai ik met de gestreepte stok over de ketel en zeg een toverspreuk. Maar jij mag niet aan de stok komen, waarschuwde hij. Zelfs Willy Wezel mag nog niet met de stok werken en hij werkt al 3 jaar bij me. Maar Adriaan had al een paar keer gezien dat Willy Wezel de stok stiekem gebruikte. Na een maand zei Tobias tegen Adriaan: je hebt goed je best gedaan. Je mag blijven en samen met Willy werken. Ik ga vaak op reis en als ik weg ben, is Willy de baas. Als Tobias op reis was, liet de wezel Adriaan alle karweitjes doen waar hij zelf een hekel aan had. En dan ging hij zelf lui in de stoel van de tovenaar zitten en zei steeds dat Adriaan alles fout deed. Op een dag vertrok Tobias naar de jaarlijkse vergadering van grote tovenaars. Hij was nog maar net de deur uit of Willy Wezel zei tegen Adriaan dat hij een boek van de bovenste plank moest halen. Halverwege de trap werd Adriaan duizelig. Hij deed zijn ogen dicht, haalde diep adem en klom verder. Hij pakte het boek en probeerde er niet aan te denken hoe hoog hij boven de vloer stond. Langzaam begon hij terug naar beneden te lopen. Opeens glipte het zware boek uit zijn vingers.
Het viel boven op het hoofd van Willy. De wezel werd vreselijk boos. Stomme aap, schreeuwde hij. Adriaan schrok daar zo van dat hij zijn evenwicht verloor. Hij viel en kwam precies in een ketel met brandnetelsoep terecht. Stomme rare aap, Tobias zal woedend zijn, riep hij. Je hebt zijn belangrijkste toverboek beschadigd en ik heb een bult op mijn hoofd gekregen. Ik ga naar huis, maar jij kunt hier blijven om het boek weer goed te maken. De wezel strompelde naar buiten en sloot Adriaan in de werkkamer op. Eerst was Adriaan heel bang, maar toen stak hij een kaars aan en waste de brandnetelsoep uit zijn vacht. Na een uur zag het boek er weer keurig netjes uit. Adriaan keek om zich heen. Wat zou hij nu eens gaan doen? Op de tafel lag de kronkelige toverstok. Zonder na te denken pakte Adriaan de stok in zijn hand en danste ermee door de kamer. En toen gebeurde er iets heel griezeligs. Adriaan danste langs een oude stenen pot en opeens kwamen er rookwolken uit. Geschrokken deed Adriaan een stap achteruit. Daarbij stootte hij tegen een mand met madeliefjes die omviel en in de ketel met brandnetelsoep terechtkwam. Adriaan legde vlug de stok op de tafel en keek angstig naar de stenen pot waar steeds meer rook uitkwam. Opeens schoot de kurk eraf. Er kwam een enorme straal oranje gekleurde hete vloeistof uit de pot. Een beetje van de vloeistof viel in de brandnetelsoep. De groene kleur van de soep veranderde in bruin en de soep begon heel vies te ruiken. Adriaan kroop ongelukkig in een hoekje van de kamer. Wat wilde hij graag naar huis. Maar na een uur viel hij toch in slaap. Hij werd wakker van het geluid van een sleutel die in het slot werd omgedraaid. Tobias stapte naar binnen en keek verbaasd om zich heen. En achter hem stond Willy Wezel. Hij had een grote bult op zijn hoofd. Wat heb jij gedaan? Vroeg de tovenaar boos. Adriaan vertelde met een angstig stemmetje wat er met het boek was gebeurd. Maar omdat hij het weer netjes in orde had gemaakt, was Tobias niet langer boos. Toen keek hij naar de bult op het hoofd van de wezel en hij begon te grinniken. Je verdiende loon, Willy, zei hij. Ik weet heus wel hoe onaardig je tegen Adriaan bent. Daarna vertelde Adriaan wat hij met de toverstok had gedaan. Willy begon weer vrolijk te kijken. Hij weet dat ik straks mijn baantje kwijt ben, dacht Adriaan. Maar tot zijn grote verbazing liep Tobias nieuwsgierig naar de ketel met brandnetelsoep. Hij rook eraan, roerde erin en proefde toen een lepel vol. Hij begon te lachen, pakte Adriaan vast en danste met hem de kamer rond. Weet je wat jij voor elkaar hebt gekregen, Adriaan? Zei hij. Je hebt iets ontdekt waar ik al jaren naar zoek. Een drankje tegen akelige dromen. Tobias liet zich hijgend in zijn stoel vallen, maar hij bleef lachen. Slimme aap, zei hij. Je moet me vertellen hoeveel keer je met de stok hebt gezwaaid en wat er toen gebeurde. Willy, pak een potlood en schrijf alles op wat Adriaan zegt. Eerst kon Adriaan zich niet precies herinneren hoeveel keer hij met de stok had gezwaaid. Hij dacht diep na en begon langzaam te tellen. En toen vertelde hij precies wat er was gebeurd. Willy moest het allemaal opschrijven. Eindelijk was Tobias tevreden. Neem vandaag maar vrij, Adriaan. Maar morgen moet je terugkomen, want je moet nog een heleboel leren. Adriaan rende naar huis. Zijn vader en zijn moeder waren heel ongerust geweest toen hun jongste zoon 's nachts niet thuis was gekomen. Adriaan vertelde over de nieuwe toverdrank die hij per ongeluk had gemaakt. Je wordt vast een heel goede tovenaar, Adriaan, zei zijn broer Koos. En om dat te vieren maakte moeder aap
extra lekker eten van kokosnoten en bananenklaar.